Leni van Mbombela en vandag het ek een speciale verrassing vir julle. Ek het vandag vir ons een storieruimpie voorbereid wat gaan oor karre. Nou hier gaan ons vandag leer van die wiele, die lichte, die stuurwiel, die remme, selfs van minibus taxi's, engines wat aan die achterkant sit, want hulle neuse is te kort. Nou ek hoop julle sien uit daarna en kom ons luister lekker saam. Ek woon in die dorp. Elke dag rijden die motors voor ons huis voorbij. Daar is geel, blauw, zwart en groen motors. En daar is ook bruin, wit, grijs en oranje motors. Partij motors is groot en partij motors is klein. Partij motors is oud en partij ou motors is niet. Partij motors rijden vinnig en partij motors rijden stadig. Elke motor heeft een engine. Die engine is voor in die motor onder die engine kap. Elke motor heeft vier wielen en één noodwiel of spaarwiel. Die noodwiel is in die bagasiebak. Ons pak ook ons bagasie in die bagasiebak. Ons stuur die motor met die stuurwiel. Die motor kan vorentoe ry en achteruit ry. Die motor kan links of rechts draai. Ons moet die flikkerligte gebruik as ons wil draai. Die remme van die motor is baie belangrik, want dit laat die motor stop. As dit donker is, skakel ons die motor se ligte aan, sodat ons kan sien waar ons ry en sodat ons ander mense ons ook kan sien. Die meeste van al die motors wat voor ons huis voorbij rijdt, is die 4x4 Jeep. Die 4x4 motors en bakkies rijden sommer lekker oor die groot klippe en op die sand. Eendag as ek baie geld het, gaan ek vir my een rooi Jeep koop. Die taxibussie wat elke dag hier voorbij rijdt, se engine is achter, want die bussie se neus is te plat. Daar is baie sitplekke in die taxi. Een mens moet betaal om in een taxi te rijden.